goed, jongens. Zet hem op. Goed bezig. Oh, hey. Ja, we zijn nog even bezig met de warming-up van deze quiz. Want ja, zoals je kan zien, staat hij helemaal in het teken van sport. Ik ben vandaag jullie coach. En ik ga jouw Nickelodeon sportkennis eens testen. Ben jij net zo sportief als Lynn Harry? Of misschien wel net zo stoer als Bella en de Bulldogs? Nou, vandaag is het jouw kans om dat eens goed te bewijzen. Vergeet niet je pen en papier te pakken en schrijf alle letters op van je juiste antwoorden. Want natuurlijk is er weer een verborgen woord te vinden. Oké, ready? Let's go! Vraag 1. Ja, zoals je kan zien is Lynn Harry supergoed in sport. Ze maakt van echt alles een wedstrijd en wil natuurlijk winnen. Het liefst maakt ze ook het winnende doelpunt, maar in deze aflevering loopt dat net even anders. Wie maakt wel dat winnende doelpunt? Is dat Lincoln, Lana of Margot? We gaan eens even kijken naar het juiste antwoord. Het staat gelijk, maar we hebben nog genoeg tijd voor één laatste aanval. Geef de bal af aan Lynn en laat haar de ding doen. Met z'n vieren? Dat hadden jullie gedacht. Schiet op doel, Margot! Goed zo, Margot! Ik geloof het ook niet. Dat was echt weergaloos. Het juiste antwoord is dus Margot. En daar was Lynn wel een tikkie jaloers op, maar een echt team scoort natuurlijk samen. Vraag 2. Anders dan Lynn is Henry Hart niet zo'n ster in sport. Hij geeft zelf ook toe dat zijn basketbalteam niet zo goed is. Daarom schakelt de coach de hulp in van basketballer Jean. Hoe krijgt zijn coach dit voor elkaar? Hij belooft Sean een leven lang gratis koekjes. Hij dwingt Sean door zijn puppy te ontvoeren. Of, ja, Sean is de beste vriend van de coach. Ik ben benieuwd. Wie is Lulu? Sean's puppy. Het is een kokapoe. Wacht eens even. Dus je wil zeggen dat je coach Sean's puppy ontvoerd heeft? Een kokapoe. En nu wordt Sean gedwongen om te doen alsof hij 14 is, zodat hij bij jullie mee kan basketballen? Belachelijk, hè? Ja. En de coach geeft zijn puppy niet terug als we het regionaal kampioenschap niet winnen. Ja, het juiste antwoord is dus dat de coach de puppy van Sean had ontvoerd en hem daarom dwong om mee te doen. Niet zo cool, coach. Vraag 3. SpongeBob heeft al veel sporten uitgeprobeerd, zoals maankraterborden, worstelen en natuurlijk karate. Maar zijn favoriete sport is toch wel kwallenvissen. Van het team de Kwallen Spotters is hij echt mega fan en wil dan ook super graag erbij horen. Maar daar moet hij wel wat testen voor doorstaan. Wat is die laatste test? SpongeBob moet een kwal met een lasso vangen. SpongeBob moet 100 kwallen vangen binnen een minuut. Of hij moet een koninginnenkwal vangen. Ja, dat klinkt allemaal echt super moeilijk. Maar wat is nou het juiste antwoord? Ik bedoel, ben jij klaar voor de laatste test? Ik ben er klaar voor. Dat is je geraden. Want wij gaan een heuse koninginnenkwal vangen. Een koningin? Moet ik helpen? Maak je maar geen zorgen. Dat kunnen we niet zonder jou. Hij moest dus de koninginnenkwal vangen. En daarvoor werd hij zelf als lokkaas gebruikt. Nou, na lang wachten kwam de koninginnenkwal eindelijk naar SpongeBob toe. Maar er was wel iets vreemds mee aan de hand. Kijk maar mee. Hey, hey Kevin, ze is er! Kijk! Ze is er! Oh! Ja! Is u alstublieft niet boos, hoogheid? Ik had u weer vrijgelaten!
was dus een robot. Ja, Kevin, de leider van de Qualispotters, wilde SpongeBob helemaal geen lid maken, maar hij wou hem gewoon verschut zetten. Arme SpongeBob. Oh, het is zover. Wist je dat je tijd? Kom mee. Ja, bij sport denk je waarschijnlijk aan jonge, fitte mensen, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want wist je dat de oudste persoon die ooit meedeed aan de Olympische Spelen wel 72 jaar was? Zijn naam was Oscar Swan en hij deed in 1920 voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen en won zelfs zilver. Wow, 72 jaar. Hoe vet als je opa of oma gewoon meedoet aan de Olympische Spelen. Ja, mocht je nou zelf niet zo'n sporter zijn, dan kan je natuurlijk altijd nog sport kijken. Misschien ben je wel heel erg fan van een bepaalde sportclub. Misschien wel van de Spaanse voetbalclub Real Madrid. Want wist je dat dit team de meeste fans heeft over de hele wereld? Nou ja, gebaseerd op Facebook likes in elk geval. Want de officiële pagina heeft maar liefst 111 miljoen likes. Wow, dat zijn echt behoorlijk wat Madridistas. Oftewel, fans van Real Madrid. Zo, dat waren de wist je datjes. Terug naar de vragen. Vraag 4. Van coach Crawford uit de Casa Grandes moeten Ronnie Anne en haar vrienden verplicht lid worden van een sportclub. Maar ja, omdat ze geen enkele sport echt leuk vinden, besluiten ze zelf een skateboardclub op te richten. Maar daarvoor moeten ze zich wel aan een aantal regels houden. Ze moeten bijvoorbeeld een bepaald aantal leden hebben. De vraag is, hoeveel leden zijn dat? Zijn dat er 4, 6 of 10? Weet jij het antwoord? We gaan het nu zien. Oké, kan ik nog testen? Wil jij serieus lid worden van een team? Ja, ik kan heel goed skaten. Het antwoord is dus 6. En gelukkig voor Ronnie Anne hebben ze dat ook zo bij elkaar. Vraag 5. Sporten in je eentje kan heel leuk zijn, maar in een team is het net wat gezelliger. En daarom willen Phoebe en Cherry uit de Thundermans samen cheerleader worden. Maar dan wordt alleen Cherry gekozen. De vraag is, waarom hebben de cheerleaders alleen voor Cherry gekozen? Cherry had een goede cheer bedacht. De cheerleaders hebben een hekel aan Phoebe. Of de cheerleaders willen Cherry voor schut zetten. Ja, de tijd is om. Tijd voor het goede antwoord. Voor Cherry er is, nemen we het plan voor vrijdag nog even door. Om te beginnen moet Cherry het tenue van de tegenstander aan. Tijdens onze act komt de mascotte achter haar staan en slaat een enorm nepijstuk op haar hoofd. Dan zit ze onder de vieze zooi en gaat het publiek uit zijn dak. Ja, de cheerleaders wilden Cherry dus voor schut zetten. Nou, gelukkig had Phoebe hun plan afgeluisterd en kon ze dit voorkomen. Kijk maar mee. Ik luisterde. Vraag 6. Anders dan Phoebe en Cherry is Bella Dawson uit Bella and the Bulldogs wel een cheerleader. Maar zij blijkt stiekem een andere droom te hebben. Ze wil namelijk dolgraag in het American football team de Bulldogs spelen. Na een indrukwekkende worp met de bal nodigt de coach haar uit om lid te worden van het team. Maar de jongens van het voetbalteam vinden dat maar niks en bedenken een list. Bella moet van hen een heuse ontgroening doorstaan. De vraag is, wat moet Bella doen om zich te bewijzen? Ze moet een vies drankje helemaal opdrinken. Ze moet een stier op zijn kont slaan. Of ze moet het hele alfabet poeren. Al deze antwoorden lijken mij behoorlijk apart en best wel lastig. Maar wat moet Bella nou doen?
We gaan het zien. Kom maar op. Wat het ook is, ik kan het echt wel aan. Vooruit dan. Doe nu maar je blinddoek af en... sla die stier. Stier? Sla die stier. 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 Ze moest een stier dus op zijn kont slaan. Arm beest. En arme Bella, want die is doodsbang voor stieren. Benieuwd of het er toch lukt? Kijk maar mee. Sla die stier. Sla die stier. Sla die stier. Yes. Kijk, ik zei het toch, jongens? Ik wil in het team! Nee, stop! Doen. Dit was alweer het einde van deze quiz. Hoeveel vragen had jij goed en heb jij het verborgen woord gevonden? Laat mij even weten in de comments. En wij gaan nog even doorsporten. Kom op, jongens! Komt-ie!